Het examen Geschiedenis voor het HAVO 2022 uit het eerste tijdvak zit er weer op. In deze video ga ik dit examen bespreken. Het HAVO-examen bestond uit 25 vragen waarvoor je maximaal 71 punten kon verdienen. Dat is in vergelijking met voorgaande jaren ongeveer hetzelfde. Toch vonden veel leerlingen het aan de lange kant met ongelooflijk veel tekstbronnen daarin verwerkt. Maar net als voorgaande jaren waren er ook weer twee chronologievragen... Eentje daarvan bestreken de hele geschiedenis en een andere daarvan zoomde in op de historische context over Duitsland. Deze chronologievragen ga ik nu niet verder bespreken, maar als je chronologievragen lastig vindt, kijk dan mijn video over chronologie. Na de eerste chronologievraag ging het examen verder met een vraag over de vroegmoderne tijd en dan beter gezegd over de Spaanse koning Karel I en zijn streven naar een Spaanse overheersing van Amerika. Je moest namelijk met behulp van een wet. Aantonen dat Karel I met deze wet de Spaanse overheersing van Amerika wilde bevorderen. In die wet stonden twee dingen. Namelijk dat het toegestaan was om slaafgemaakte uit Afrika naar Amerika te vervoeren. En ten tweede dat deze slaafgemaakten tijdens de reis moesten worden bekeerd tot het christendom. Bij beide bepalingen moest je dus uitleggen waarom dat de Spaanse overheersing van Amerika bevorderde. Bij de eerste bepaling zou je kunnen zeggen dat die komst van de slaafgemaakte uit Afrika. dat daardoor meer Spaanse plantages zouden kunnen worden aangelegd. En daar dus met andere woorden meer rijkdommen voor Spanje bereikt zouden kunnen worden. En bij de tweede bepaling zou je kunnen zeggen dat de voorwaarden dat slaafgemaakte christelijk moesten worden. De eenheid in de kolonie versterkte. Iedereen is nu christelijk en dat maakt het bestuur van die kolonie door de Spanjaarden ook makkelijker. Gaan we door naar vraag 3: hier wordt gevraagd om een bron te gebruiken. In dit geval bron 1. Laten we dat ook eerst even doen. Bron 1 is een schilderij van de welgestelde Venetiaanse handelaar Andrea Odoni uit de 16e eeuw. En je ziet op, die, op dat schilderij ook uh, dat hij zich af laat beelden te midden van zijn kunstverzameling, terwijl hij een beeldje van de Romeinse godin Diana vasthoudt. Nou, hij staat daar vrij uh, prominent op en vrij zelfverzekerd op. En laten we nu even kijken naar wat je eigenlijk met die bron moet doen. De vraag is om twee kenmerkende aspecten uit de 16e eeuw te noemen en daarmee te verklaren waardoor die Odoni met het schilderij zijn status kon verhogen. Nou, we hebben net al gezien dat hij vrij pontificaal op dat schilderij afgebeeld stond, en je zou kunnen zeggen door het feit dat hij zich van zichzelf een portret laat maken en zijn zelfbewustzijn toont, ja, daarmee verhoogt hij eigenlijk al mee zijn status, en dat zou heel erg goed kunnen passen bij het veranderende mens en wereldbeeld van de Renaissance. Je kunt ook zien dat hij zich laat afbeelden tussen zijn uh, klassieke kunstverzameling en door het tonen van zijn interesse in die klassieke beeldhoudkunst. Uh, en daarmee zou je kunnen zeggen, daarmee verhoogt hij zijn status. En dat past dan heel erg goed bij de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid. Nou, als je beide kenmerkende aspecten noemt en je noemt daar ook nog uh, de verklaring bij, of beter gezegd, andersom eerst de verklaring en dan het kenmerkende aspect. Dan heb je voor beide kenmerkende aspecten twee punten te pakken. Is vier punten in totaal voor vraag 3. Bij vraag 4 gaan we naar de 17e eeuw, waarbij Willem van der Straten hoogleraar werd aan de Universiteit van Utrecht. En niet alleen maar hoogleraar was, maar ook nog eens keer arts. En hij verplichtte zijn studenten mee te lopen tijdens zijn rondes langs de zieken in het katharijnengasthuis. Um, en dat vond hij, dat was beter voor zijn onderwijs, want daarmee kon hij beter aansluiten op de nieuwe eis die in de 17e eeuw aan de wetenschap werd gesteld. Nou, en bij vraag 4 werd gevraagd op welke nieuwe eis uh, deze van de wetenschap, deze van de straten, zijn onderwijs wilde laten aansluiten door die studenten te laten uh, meelopen uh, tijdens de rondes in het Katharine Gasthuis. Nou, daar krijg je twee punten voor, dus moet je twee antwoordelementen uh, noemen. Je zou kunnen zeggen dat die Willem van de Straten uh, zijn studenten liet meelopen om ze de kans te geven om zelf die ziekte of zelf die symptomen van die ziekte waar te nemen en wat aansluit bij de nieuwe eisen in die tijd van uh, de wetenschappelijke revolutie. Dat je uh, theorieën of onderzoek moet doen uh, op basis van redenatie en waarneming, hè, empirisme. Um, want dat was in die tijd bij de wetenschappelijke revolutie een nieuw uh, idee, een nieuwe eis. Namelijk uh, onderzoek doen, zelf onderzoek doen om achter de waarheid te kunnen komen. Gaan we verder met vraag 5. En hier wordt ook gevraagd om hier een bron te gebruiken. In dit geval bron 2. Dus laten we eerst even kijken naar bron 2. Bron 2 is een tekst waarbij twee bepalingen uit een wet. Van het bestuur van de Engelse kolonie Maryland in 1649 uh, wordt we weergegeven. En bij de eerste bepaling uh, wordt er gezegd dat uh, iedereen die uh, Jezus Christus als zoon van God ontkent, uh, ja, die, uh, krijgt, die zal de doodstraf kunnen krijgen. En bovendien uh, in de tweede bepaling wordt gezegd dat iedere persoon die uh, een van de volgende scheldwoorden gebruikt, uh, ja, die te maken heeft met, uh, met het geloof, die uh, kan een boete of die moet een boete betalen. En, en als we dan gaan kijken naar de vraag die erbij hoort, dan staat er dat er een bewering wordt gegeven. Namelijk, met deze wet wil het bestuur van Maryland een godsdienstig en een politiek doel, doel bereiken. En je moet die bewering eh, ondersteunen, dus je moet hem verklaren. Namelijk, eerst met, met de eerste bepaling aan te geven welk godsdienstig doel het bestuur wil bereiken. En met de tweede bepaling aan te geven welk politiek doel het bestuur wil bereiken. Nou, daar krijg je twee punten voor. Als we beginnen met het godsdienstig eh, doel, dan zou je kunnen zeggen dat eh, met die wet het christelijke karakter van de kolonie. Wordt beschermd door personen te dood te laten veroordelen. die niet geloofden in Jezus Christus als zoon van God. Hè, waardoor andere gelovigen of niet-gelovigen worden afgewezen. En je zou kunnen zeggen: het politieke doel eh, is dat als je eh, iedereen christen, christen laat zijn. en iedereen eh, op die manier eh, laat kijken naar het christendom. dat je politieke eenheid krijgt en dat er ook geen opstanden komen of rellen komen. Eh, want je straft namelijk heel erg streng alle mensen die eh, schelden eh, met eh, ja, godsdienstige termen. Kortom, een politiek doel en een godziensig doel levert alle twee één punt op, is twee punten voor vraag 5. Gaan we door naar vraag 6. Bij vraag 6 wordt ook weer gevraagd om een bron te gebruiken, in dit geval bron 3. Dus laten we eerst wel even kijken naar wat er in bron 3 staat. Bron 3 is een tekst uit 1678, waarbij de leiders van een Indiase stam, namelijk de Moheganen, een verdrag sluiten met het bestuur van de Engelse kolonie Connecticut. In die tekst verklaren de leiders van, die, van het Indiaans volk dat ze trouw zijn aan de Engelsen en dat ze ze zullen helpen als ze worden aangevallen door andere stammen. En in ruil daarvoor beloven de burgemeesters Robert Treat en John Talcott dat ze een vriendschap aangaan met, met deze Indiaanse stam en dat ze ze zullen waarschuwen als er sprake is van een dreiging. Als we dan gaan kijken naar de vraag 6, wat je daarbij moet doen, dan staat eh, er zijn conflicten tussen de Engelse kolonisten en de inheemse bevolking eh, en de Engelse kolonisten winnen deze conflicten meestal. En daar moet je een verklaring voor geven, namelijk eh, twee dingen doen waarvoor je drie punten kunt verdienen, namelijk zonder bron aan te geven waardoor de Engelse kolonisten in conflict komen met de inheemse bevolking. En eh, aan de bron twee verschillende redenen ontlenen waarom de Engelse kolonisten sterk kwamen te staan in hun conflicten met de inheemse bevolking. Voor het eerste deel van het antwoord krijg je één punt, namelijk dat die Engelse kolonisten in conflict komen met die inheemse bevolking over het bezit nemen van land of over het gebruiken van bestaansmiddelen. Ja, en waarom staan nou die Engelse kolonisten sterker in die conflicten? Dat komt aan de ene kant doordat ze die Indiaanse volkeren laten beloven dat ze de Engelsen zullen waarschuwen uh, of zullen steunen of zullen verdedigen tegen andere inheemse bevolken. Dus met andere woorden, ze geven militaire steun. En aan de andere kant uh, beloven die uh, Engelsen weer uh, die Indiaanse bevolking, bevolking te waarschuwen tegen aanvallen van anderen. Waardoor je eigenlijk een soort verdeeldheid saait. Of die verdeeldheid onder die Heemse bevolking uh, uh, gebruikt. Uh, om zelf sterker te staan in de strijd met andere Indiaanse volken. Zijn we aangekomen bij vraag 7. En in vraag 7 gaat het over de 18e eeuw. En gaat het met name over Nederland. De situatie daar. Namelijk door te kijken naar de activiteit van Johan Derk van de Kapelle tot en Pol, een, een patriot uit de 18e eeuw, die in 1778 een beroep doet op de Statenvergadering van Overijssel om onbetaalde werkzaamheden die de bevolking van het Overijsselplatteland uh, moest doen, om die, uh, om die stop te zetten. En je moest uitleggen bij vraag 7 welke merkt aspect van de 18e eeuw bij deze oproep past. Uh, nou, als je dan gaat kijken naar uh, wat die Johan Dirk van de Kapelle van Tottenpool allemaal zegt. Dan past dat heel erg goed bij vrijheid of gelijkheid. Of dezelfde grondrechten hebben voor alle mensen in Overijssel. Waarbij het een uh, voorbeeld is van het kenmerkend Het toepassen van verlicht denken op allerlei terreinen van de samenleving. Of je zou ook nog kunnen zeggen. Het kenmerkend de democratische revoluties in Westerse landen. Met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap. Nou, als je dat... Als je een van die twee noemt met een passende uitleg, dan krijg je twee punten voor vraag 7. Vraag 8 is een vraag over de historische context over het Britse Rijk. Want er worden twee gegevens over het maken van kaarten van India in de 18e en 19e eeuw gegeven. Namelijk één uh, gegeven, die gaat over het verdrag uh, van Allahabad. Uh, dat toen de East India Company begon met een grootschalig project om betrouwbare kaarten van India te laten maken. En het tweede gegeven ging over de 19e eeuw, toen de kaarten van India werden vernieuwd en werden aangevuld met meer informatie over de bodemgesteldheid, de bevolkingsdichtheid en het landschap van India. En ik moest bij vraag 8 uitleggen dat door het sluiten van het verdrag van Allahabad behoefte ontstond aan het vervaardigen van betrouwbare kaarten van India. En ten tweede dat de industriële revolutie de vernieuwing van de kaarten van India in de 19e eeuw nodig maakte. Je kunt vier punten verdienen voor vraag 8. Dat betekent dat je bij elk onderdeel van de vraag twee punten kunt verdienen. Als we kijken naar het eerste onderdeel, dan zou je kunnen zeggen dat de East India Company met het verdrag van de Allahabad het recht kreeg om belastingen te heffen. Waardoor het dus erg belangrijk was om te weten waar de mensen in India woonden of waar die belangrijkste landbouwgebieden waren, zodat ze daar ook naartoe konden gaan om dat belastinggeld op te halen. Je zou ook kunnen zeggen uh, dat een groot deel van het bestuur van India nu in handen kwam van uh, de Engelsen, waardoor het ook noodzakelijk was om kader te maken van belangrijke wegen, uh, ten behoeve bijvoorbeeld van het verdedigen van het gebied of juist het besturen van het gebied. Nou, een van die twee levert twee punten op. Als we dan kijken naar het tweede deel van de vraag, dan moet je dus gaan inzoomen op de industriële revolutie. Nou, bij de industriële revolutie werd India een belangrijk afzetgebied voor de industrieproducten van Engeland, waardoor er behoefte ontstond aan kaarten te maken die aangaven waar de bevolkingsdichtheid hoog was. Hè, want je wil je producten natuurlijk verkopen op plekken waar mensen wonen. Je zou ook kunnen zeggen er ontstond een grotere vraag naar industriële grondstoffen, waardoor er behoefte komt aan nieuwe kaarten die de vindplaatsen van die grondstoffen uh, aangeven. En je zou ook nog kunnen zeggen dat het mogelijk uh, om spoorwegen uh, aan te leggen uh, belangrijk was... waardoor er juist kaarten uh, nodig waren die weergaven waar de spoorlijnen het beste konden worden aangelegd. Nou, een van die drie combinaties levert ook twee punten op, is vier punten voor vraag 8 in totaal. Zijn we aanbeland bij vraag 9, waar weer een bron gebruikt moet worden... In dit geval bron 4, en dit is een, bron, een tekstbron van William Sleeman, generaal-major in het Britse leger in India, die in 1844 zijn memoires schrijft. Dus deze vraag gaat ook over uh, Brits-Indië, of het Britse Rijk beter gezegd. Ja, in die tekst wordt van alles gezegd over hoe fantastisch de Engelsen zich wel niet uh, gedragen of functioneren in India en hoe de mensen daar ook opkijken tegen de Engelsen. Kortom, een hele lofzang op de Engelsen in India. Als we dan gaan kijken naar vraag 9, dan wordt er gezegd, ja stel je schrijft een verslag van je onderzoek naar de Britse overheersing van India en je vindt deze bron. Je hebt dan twee hoofdstukken. Eén gaat over de acceptatie van het Brit gezag door de bevolking van India en twee gaat over het superioriteitsgevoel van de Britse bestuurders. En hoe kun je dan met een verwijzing naar de bron uitleggen dat je voor het eerste hoofdstuk deze bron minder betrouwbaar is, of minder betrouwbaar zou kunnen vinden, en dat voor het tweede hoofdstuk deze bron meer betrouwbaar is? Je kunt vier punten verdienen voor deze vraag, dus dat betekent per uh, hoofdstuk twee punten. Als we gaan kijken naar het eerste hoofdstuk, hè, die acceptatie van het Britse gezag door de bevolking van India, dan zou je kunnen zeggen dat het een minder betrouwbare bron, is, omdat in dit geval uh, die Sleeman uh, deel uitmaakt van het Britse bestuur. En hij wil alleen maar een nadruk leggen op het belang van het Britse bestuur, het succes van het Britse bestuur. Uh, hij zegt bijvoorbeeld ook dat er uh, vrouwen zijn in Engel uh, uit Engeland die zorgeloos kunnen reizen... Um, en dat is misschien wel een beetje overdreven, want hij noemt alleen maar de positieve punten, hij noemt eigenlijk helemaal geen negatieve punten. Je zou kunnen zeggen dat voor het tweede deel, namelijk uh, het superioriteitsgevoel van de Britse bestuurders, deze bron betrouwbaarder is. Want uh, in de, de, deze memoires uh, ja, schijnt hij te weten dat de Indiërs opkijken tegen de Britten. Hij zegt dat de Indiërs de Britten respecteren. Hij zegt ook dat het bestuur de orde weet te bewaren. Uh, kortom, je zou ervan kunnen uitgaan dat het Britse bestuur heel erg superieur is, zo superieur is dat de Indiërs zich vrijwillig onderwerpen, of dat het eigenlijk zonder problemen wordt aanvaard. Nou, als je dat ook weer combineert, levert dat twee punten op, is vier punten in totaal voor vraag negen. Gaan we verder met vraag 10. Ook deze vraag gaat in op het Britse Rijk. Namelijk in dit geval een vergelijking tussen de Schotse journalist Samuel Smiles en de ideeën van Robert Owen. En er staat in 1859 publiceerde Smiles een boek waarin hij schreef dat de mensen uit de laagste sociale klas hun levensomstandigheden moesten verbeteren door hard te werken en door in de avond zelf scholing te gaan organiseren. En er wordt dan beweerd bij deze vraag met de boodschap van zijn boek brak Samuel Smiles met de ideeën van Robert Owen. En er wordt bij de vraagteam gevraagd: ondersteun deze bewering door twee dingen te doen. Daar kun je ook twee punten voor krijgen. Namelijk ten eerste aan te geven welke oplossing voor de sociale kwestie Robert Owen nastreefde. En ten tweede te verklaren dat de boodschap van het boek van Samuel Smiles populair was bij de Britse liberale ondernemers. Nou, als je gaat kijken naar het eerste deel, wilde die Robert Owen uh, via het parlement of via uh, sociale wetten of idealistische coöperaties betere omstandigheden krijgen voor de arbeiders. Dus hij wilde dat er een overheid, een sterke overheid was die daarvoor opkwam. Terwijl die Samuel Smiles uh, die daar tegenin gaat, die zegt juist, ja, je moet die uh, mensen zelf verantwoordelijk maken. Je moet uh, de arbeiders zelf hun uh, omstandigheden laten verbeteren. En dat past natuurlijk bij de liberalen. Want bij de liberalen gaat het met name om vrijheid, hè, zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en de rol van de overheid zo klein mogelijk houden. Uh, en dat gaat dus in tegen de ideeën van Robert Owen. Gaan we naar vraag 11. In vraag 11 wordt er gezegd, in 1859 werd in de Indiase stad Lahore begonnen met de bouw van een nieuw treinstation. Het station werd gebouwd als een fort met schietgaten waarachter machinegeweren konden worden geplaatst. Het station kon met stalen deuren worden afgesloten. Nou, hier staat 1859, dan zitten we dus in de tijd dat de Engelsen steeds meer macht gingen krijgen en met name die macht gingen krijgen na... Het neerslaan van de grote opstand in dat gebied. En er wordt bij vraag 11 gevraagd: leg uit op welke gebeurtenis in India deze bouwwijze van het station een reactie was. Nou, ik heb het net eigenlijk al gezegd. In 1857 vond namelijk de grote opstand plaats. De opstand onder die India soldaten die zich verspreidt over heel India. Uh, die wordt hard neergeslagen en daarom besluiten de Britten uh, een station te bouwen die ze uh, zouden kunnen gebruiken, of in ieder geval zo bouwen dat ze die kunnen gebruiken om zich goed te kunnen verdedigen, mochten er meer, in, meer opstand in de toekomst uitbreken. Nou, dit was een vrij letterlijke vraag waarbij je gewoon even logisch moest nadenken om de twee punten binnen te harken. Het examen gaat verder met vraag 12, waarbij uh, weer een bron gebruikt moet worden, in dit geval bron 5. Dus laten we eerst even gaan kijken wat er in bron 5 staat. Prom 5 is een ingezonden brief in de Nederlandse krant, het Algemeen Handelsblad van 7 november 1870, waarbij in die brief wordt gesproken over het feit dat vrouwen best wel wat mogen gaan werken, dat het helemaal niet erg is om te gaan werken en dat er ook weer mogelijkheden ontstaan als vrouwen die kans zouden pakken. In de vraag moet je twee dingen doen waarvoor je in totaal vier punten kon, kunt verdienen. Namelijk, je concludeert dat die briefschrijver zich richt tot de dames van de Hoge Burgerij. en ten tweede, een politiek-maatschappelijke beweging in die tijd wil bevorderen. En je moet die conclusies uitleggen waarbij je antwoord telkens ondersteunt met een verschillende verwijzing naar de bron. Nou, je kunt zeggen dat de schrijver zich richt tot de dames van de Hoge Burgerij. want ja, die vrouw hoeft niet voor het inkomen te zorgen of die kan kiezen voor werk. terwijl juist vrouwen uit de arbeidersklasse die keuze helemaal niet hebben. Uh, dat doet hij door te schrijven dat vrouwen die geen zin hebben om te werken... of dat vrouwen niet moeten denken dat werken niet netjes is... of je is dat vrouwen niet moeten denken dat je een ander voor je moet laten werken. Kortom, allemaal zaken die wijzen op het feit dat deze brief geschreven is... voor vrouwen van de hoge burgerij. Nou, de politiek-maatschappelijke beweging die bij deze bron past... dat zou de feministische beweging kunnen zijn. Want die uh, schrijver roept vrouwen op om zelf te gaan werken... om financieel bij te gaan dragen of onafhankelijker te worden... Uh, door dat te schrijven namelijk dat die vrouwen niet moeten denken dat ze werken niet netjes is. Of dat vrouwen werken niet moeten afwijzen. Of dat vrouwen zich niet moeten laten overheersen. Kortom, allemaal opkomen voor de belangen, voor de positie van de vrouw. En daar past het feminisme heel erg goed bij. Vraag 13 is weer een bronvraag, in dit geval bron 6. Dus laten we eerst even gaan kijken wat er in bron 6 staat. Bron 6 gaat over de uh, Education Act die het Britse parlement in 1907 aanneemt. Waardoor beurzen beschikbaar komen voor getalenteerde jongens uit arbeidersklassen. En in deze bron staat een ingezonden brief van een leerling van een privéschool, die zijn visie op deze Education Act geeft. Die mening is niet echt positief, want hij heeft het over het feit dat die lagere klassen helemaal niet in aanmerking zouden moeten komen voor deze manier van scholing. Als we dan nou gaan kijken naar de vraag die bij deze bron hoort, dan staat er om de emancipatie van arbeiders te bevorderen vindt de Britse regering het noodzakelijk om de Education Act in te voeren. En dat moet je aantonen door ten eerste aan te geven waardoor de Education Act de emancipatie van arbeiders bevordert en vervolgens uit te leggen dat de noodzaak van de Education Act kan worden onderbouwd met de brief in de Guardian waarbij je je antwoord ondersteunt met de verwijzing naar de bron. Nou, drie antwoordelementen voor drie punten. Want je zou kunnen zeggen bij het eerste deel van het antwoord, zou je kunnen zeggen dat die uh, Education Act ervoor zorgt dat arbeiders de kans krijgen om een betere opleiding te volgen, waardoor ze dus hoger geschoold werk kunnen krijgen en dus ook beter in staat kunnen zijn voor hun recht op te komen. Dat is één punt. Uh, je zou ook nog kunnen zeggen, het parlement moet met een wet regelen dat die arbeiders kansen krijgen, omdat uit die brief blijkt dat een deel van de elite de emancipatie van arbeiders tegenhoudt, of die arbeiders juist ondergeschikt wil houden. Want dat kun je in de brief ook zien, want ze zeggen dat de arbeiders een aangeboren vulgariteit hebben. Of ze zeggen ook dat de zonen van gegoede heren naar beneden zullen worden getrokken door het contact met arbeiders. En ze zeggen ook nog eens een keer dat de meester niet naast een dienaar zou hoeven te zitten. Kortom, drie redenen die aangeven dat het wel erg noodzakelijk is dat die wet er komt. Is drie punten in totaal voor vraag 13. Vraag 14 is de chronologievraag, de tweede chronologievraag in dit geval, een chronologievraag over de historische context van Duitsland. Net als bij vraag 1 ga ik deze vraag niet bespreken, maar kijk als je het lastig vindt om chronologievragen te beantwoorden, mijn video over chronologie. Gaan we door naar vraag 15 en bij vraag 15 wordt gesproken over de Surinaamse schrijver Anton de Kom die kritiek levert op het Nederlandse beleid in Suriname en hij verzamelde onder andere klachten over werkomstandigheden van de arbeiders in Suriname en hij werd in 1933 opgepakt tijdens een optocht naar het huis van de Nederlandse gouverneur waar hij juist die klachten wilde gaan aanbieden. En er wordt gevraagd bij vraag 15, geef een verklaring voor het optreden van de Nederlandse autoriteiten in Suriname, waarbij je je antwoord ondersteunt met een kenmerkend aspect uit de eerste helft van de 20e eeuw. De Nederlandse autoriteiten wilden natuurlijk geen onrust of geen opstanden in de kolonie. En ze wilden ook niet dat het Nederlandse gezag werd aangetast. En daarom zouden ze misschien hebben besloten om Anton de Kom op te pakken. En dat past dan heel erg goed bij de vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme, wat juist in het begin van die 20e eeuw heel erg opkomt zetten. 1 nou, punt voor het eerste deel van het antwoord is, en 1 punt voor het kenmerkend aspect is, 2 punten voor vraag 15. Gaan we door naar vraag 16. En bij vraag 16 moet je weer een bron gebruiken, in dit geval bron 7. En bron 7 is een tekst van de Duitse politicus Frans von Papen, die vice-kanselier was in de uh, regering van Hitler uh, in 1933. Op 17 juni 1934 houdt Van Papen dan een toespraak op de Universiteit van de Duitse Stad Marburg. Waarbij je kritiek levert op de macht van Hitler in, in Duitsland op dat moment. En bij vraag 16 wordt dan gevraagd uh, dat Hitler de verspreiding van de tekst van deze toespraak laat verbieden. En je moet dat verbod verklaren door twee kenmerken van het Nationaal Socialisme te noemen. En bij elk kenmerk aan te geven welke kritiek van Papen hierop geeft. Nou, vier punten. Dat betekent twee punten voor elk uh, kenmerk van het Nationaal Socialisme. En twee punten voor de, de, de kritiek die, uh, die van Papen hierop geeft. Nou, om te beginnen met uh, een kenmerk, je zou kunnen zeggen het nationaal socialisme is antisemitisch, want er wordt in de bron gesproken over het vervolgen van minderwaardige rassen of het streven naar een volksgemeenschap. Je kunt ook zeggen dat het nationaal socialisme antidemocratisch is, want er wordt gesproken over het leidersbeginsel. Uh, je zou ook kunnen zeggen dat het nationaal socialisme andersdenkende uh, vervolgt of censuur uh, doorvoert. Een vierde kenmerk zou kunnen zijn dat ze streven naar een totalitaire samenleving. Ze maken ook gebruik van propaganda. Dat zijn allemaal zaken waartegen van Papen zich afzet. Want van Papen keurt bijvoorbeeld het bedreigen van hulpeloze bevolkingsgroepen af. Dat gaat dus tegen het antisemitisme in. Van Papen vindt ook dat de bevolking invloed moet kunnen hebben op de besluitvorming. Dat gaat in tegen het antidemocratische van het nationaal-socialisme. Van Papen keurt ook het bestraf van kritische uitingen af, wat ingaat tegen het vervolgen van andersdenkingen. En je zou ook kunnen zeggen dat Van Papen kritiek geeft op het ophitsen van de jeugd of het misleiden van het volk, wat dan weer ingaat tegen een totalitaire samenleving. Nou, een combinatie van het kenmerk van het National Socialisme met de kritiek van uh, Van Papen levert steeds twee, twee punten op. Is twee keer twee is vier punten voor vraag 16. Zijn we aanbeland bij vraag 17 en vraag 17 gaat nog een beetje verder met bron 7, want er staat dat in 1934 die van Papen in Duitsland veel kritiek geeft voor het houden van die toespraak. Uh, maar in de jaren daarna, beter gezegd in de jaren na 1945, heeft van Papen herhaaldelijk benadrukt dat hij deze toespraak had gehouden. En bij vraag 17 moet je uitleggen dat het voor van Papen door de politieke situatie in de jaren na 1945 noodzakelijk werd om de nadruk te leggen op de toespraak die hij had gehouden in Maaburg. Nou, Daar krijg je twee punten voor, dus er moet je twee antwoordelementen in hebben staan. Nou, waarom nou eigenlijk die situatie naar 1945? In 1945 had natuurlijk de geallieerde Duitsland verslagen. De oorlog was voorbij, Duitsland had verloren. Eén punt. En waarom vond Van Papen het dan noodzakelijk om dat te benadrukken dat hij toen die kritische toespraak had gehouden? Nou, hij was misschien bang dat hij vervolgd zou worden voor zijn deelname aan die regering van Hitler. En dat was in die tijd na de Tweede Wereldoorlog uh, ja, de bedoeling om juist mensen die mee hadden gewerkt met Hitler om die te straffen. En dat wilde Van Papen in dit geval dus voorkomen. Vraag 18 is weer een bronvraag, want er staat gebruik bron 8. Dus laten we eerst even kijken wat bron 8 is. Bron 8 is een foto van een kantoor van de vrouwenafdeling van de NSDAP in Berlijn in 1942. Dus midden in de Tweede Wereldoorlog. En er staat dat die de fotograaf Lieselotte Purper veel foto's maakt in opdracht van de NSDAP. En op de foto laden jongens van de Hitlerjugend pakketten met kleding op een kar. En boven het bord, uh, boven de ingang staat inzameling van winterkleding voor het front. Nou, er wordt gevraagd bij vraag uh, 18 in oktober 1942 roept de Duitse regering de bevolking op om, om voor soldaten aan het front winterkleding in te zamelen. En je moet dan drie dingen aangeven voor drie punten, namelijk zonder bron met welke binnenlandse politiek doel de Duitse regering deze inzamelingsactie houdt en tweede dat de foto van deze actie dit doel kan ondersteunen en ten derde welke boodschap de geallieerden met de foto van deze actie kunnen overbrengen op hun bevolking. Nou, ten eerste zou je kunnen zeggen dat de regering eh, met deze inzamelingsactie de Duitse volksgemeenschap wil versterken. Of de eenheid of de solidariteit onder de Duitsers wil vergroten. Of steun wil behouden onder de burgers voor de totale oorlogsvoering. Dat levert één punt op. Nou, de, de foto, eh, deze, dat deze foto de actie kan ondersteunen, dat zie je namelijk aan het feit dat de burgerbevolking voor de soldaten eh, zich inzet. Of de Hitlerjugend zich inzet. Of voor, eh, de inzet voor de oorlogsvoering eh, toont. Dat levert ook een punt op. Uh, maar de geallieerden kunnen de boodschap aan een bevolking overbrengen dat hieruit blijkt dat de Duitse regering niet in staat is om de soldaten zelf goed te bevoorraden. Dat dus eigenlijk de Duitse soldaten niet goed zijn uitgerust voor de winter, zodat ze misschien wel die strijd tegen Duitsland zouden kunnen winnen. Dat levert ook één punt op, is drie punten voor vraag 18. En ook deze vraag hoort bij de historische context over Duitsland. Vraag 19 hoort ook bij de historische context over Duitsland. En ook hier moet je weer een bron gebruiken, in dit geval bron 9. Dus laten we eerst even kijken wat bron 9 is. Negen is een spotprint, een spotprint die verschenen is in de Nederlandse krant Het Parool op 14 juli 1953. Waarbij de tekenaar Jordaan laat zien wat de reactie is geweest van zowel de DDR als de Sovjet-Unie op de hulp die de Amerikanen aanbieden in juli 1953 aan de Oost-Duitse regering. Je ziet dat beide mannen, Grote Wol, de leider van de DDR, en Molotov, de minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie, alle twee die hulp weigeren. En er wordt gevraagd bij vraag 19. Met deze prent geeft de tekenaar kritiek weer op het beleid van de DDR-regering in 1953. En je kunt vier punten verdienen voor vraag 19. Want er staat: ondersteun deze interpretatie door uit te leggen. Telkens met een verschillende verwijzing naar de prent. Welke kritiek de tekenaar in deze prent weergeeft op het beleid van de DDR-regering in 1953. En ten tweede, welke kritiek de tekenaar weergeeft op de politieke verhoudingen binnen het Oostblok. Als je dan kijkt naar het antwoord op deze vraag, dan kun je zeggen dat het teken naar kritiek geeft op het beleid van de DDR. Doordat die goederen worden geweigerd, die de bevolking wel nodig heeft. Of dat er eigenlijk niet goed, goed wordt gezorgd voor de bevolking. Of dat de bevolking onderdrukt wordt. Dat kun je aan allerlei dingen zien. Namelijk dat die bewoners van Oost-Duitsland hongerig toekijken. Terwijl die leiders de goederen afslaan. Of je zou kunnen zeggen de inwoners van Oost-Duitsland. Die kunnen eigenlijk niet bij die Amerikaanse goederen. Of je zou ook nog kunnen zeggen de inwoners. die zien er armoedig hongerig uit maar die staan ook achter een hek, die zitten daar gevangen, terwijl die eh, leiders er welvarend uitzien. Allemaal dus zaken die, die gaan over het beleid van de DDR-regering, wat volgens de tekenaar niet goed is. Eén punt voor de dingen in de bron en één punt voor de kritiek die de tekenaar weergeeft. En je zou ook kunnen zeggen uh, dat hij uh, kritiek geeft dat de DDR-regering helemaal niet zelfstandig kan beslissen, want de Sovjet-Unie uh, houdt daar ook in haar machtsgreep. Waardoor dus eigenlijk die invloed van de Sovjet-Unie op de DDR heel erg groot is. En dat kun je weer zien doordat die grote wol bijvoorbeeld schuin achter Molotov staat. Of hetzelfde gebaar maakt als Molotov. Of bijvoorbeeld kleiner is afgebeeld als Molotov. Kortom, niet uh, ja, beter of beter gezegd. Hij is juist minderwaardig afgebeeld ten opzichte van de Russische politicus. Is ook weer twee punten voor deze combinatie. Is vier punten voor vraag 19. Vraag 20 is wederom een bronvraag, in dit geval bron 10. Dus laten we eerst even kijken wat bron 10 is. Bron 10 is een tekst van de uit Turkije afkomstige Hasip Turan... die over zijn woonsituatie in Nederland vertelt in de jaren 60... toen hij als gastarbeider hier in Nederland woonde en werkte. En waarbij hij eigenlijk vooral vertelt over de slechte woon- en werkomstandigheden die hij heeft. En er wordt bij vraag 20 gevraagd om een conclusie te trekken... namelijk de problemen die Hasip Turan beschrijft... passen bij de beginperiode van de komst van gastarbeiders naar Nederland... Ondersteun deze conclusie door drie dingen te doen, drie dingen te noemen, namelijk met de bron aan te geven bij welke oorspronkelijk uitgangspunt van de de woonsituatie van Hassip toedan past, zonder bron aan te geven welke beleidsverandering vanaf de jaren 1970 bijdroeg aan de verandering van de woonsituatie van gastarbeiders. En tenslotte uit te leggen welke kritiek de voorstanders van de integratie aan deze beschrijving kunnen ontlenen, waarbij je antwoord ondersteunt met een verwijzing naar de bron. Er staan drie aandachtstreepjes, maar wel wordt er om vier antwoordelementen gevraagd. Er ook vier punten voor vraag 20 en die kun je verdienen door het volgende te omschrijven. Namelijk ten eerste dat die woonsituatie van Hasib Turan past bij het uitgangspunt dat de gasten tijdelijk in Nederland zouden komen werken, terug zouden keren naar hun thuisland. Want ze wonen namelijk met vijf mensen op één kamer, dus eigenlijk slechte woonomstandigheden. Dat is één punt. Dan krijg je dat uh, na de invoering van de gezinshereniging of op het recht om te mogen blijven in Nederland, dat de meeste gastarbeiders een, een individuele woning krijgen, een grotere woning krijgen, ook een permanente woning krijgen. Het tweede punt. En voorstanders van integratie kunnen dan kritiek geven, namelijk dat migranten te weinig betrokken worden bij de Nederlandse samenleving, of geen binding krijgen met de Nederlandse samenleving, en waardoor ze ook niet kunnen integreren. Want. Ze zeggen namelijk dat die Hassip Toudan eh, ook onderstreept dat gasten bij de dus afgelegen wonen of eh, geen contact kunnen krijgen met de Nederlanders of niemand iets vertelt over de Nederlandse samenleving of de Nederlandse eh, taal of de Nederlandse omgangsvormen. Kortom, ze hebben ook geen keus eh, om te integreren. Is vier punten in totaal voor vraag 20. Vraag 21 gaat over de protestbeweging die eind jaren 1960 ontstond onder jongeren in West-Duitsland. En dat hoort dus bij de historische context over Duitsland. Want er wordt gezegd dat die radicaler was dan in andere West-Europese landen. En volgens sommige historici was het een oorzaak dat het conflict tussen oudere en jongere generatie in West-Duitsland heviger was dan dat in andere landen in Europa. En je moest voor twee punten verklaren waardoor het generatieconflict in West-Duitsland heviger was. Waarbij je je antwoord ondersteunt met een kenmerkend aspect uit de eerste helft van de 20e eeuw. Nou, je zou kunnen zeggen dat de jongere generatie het in Duitsland moeilijker vond om respect te hebben voor de oudere generatie. Want ja, die oudere generatie die was schuldig of medeverantwoordelijk voor het aan de macht komen van Hitler. of het uh, uit laten breken van de Tweede Wereldoorlog. of juist misschien het uitmoorden van de Joden uh, in concentratiekampen. En dat past dan heel erg goed bij een kenmerkaspect uit, uh, uit de eerste helft van de 20e eeuw, namelijk bijvoorbeeld het in de praktijk brengen van totalitaire ideologieën zoals het nationaal socialisme, of het voeren van twee wereldoorlogen, of het racisme en discriminatie die leiden tot genocide, in het bijzonder op de Joden. Nou, alleen als je dus een goede verklaring geeft, goede redenatie geeft, dan krijg je ook een punt voor het kenmerkaspect. En als je dat alle twee goed doet, heb je twee punten voor vraag 21. Gaan we door naar vraag 22, ook deze gaat over de historische context over Duitsland, want er wordt gesproken over het feit dat vanaf 1968 de regering van de Bondsrepubliek onderzoek liet doen naar de mening van DDR-burgers over politieke en economische kwesties. Hierdoor werden West-Duitse burgers die de DDR hadden bezocht ondervraagd over hun gesprekken met burgers van de DDR. En je moest die werkwijze van de regering van de Bondsrepubliek toelichten door ten eerste te verklaren dat de detente dit onderzoek vergemakkelijkte. Ten tweede aan te geven dat de regering van de Bondsrepubliek met dit onderzoek de Oostpolitiek wilde ondersteunen. En ten derde een politieke reden te geven dat de regering van de DDR zelf geen openbaar onderzoek naar de mening van haar burgers liet uitvoeren. Drie antwoordelementen voor drie punten. Want uh, de juiste antwoord krijg je als je in ieder geval zegt dat de detente uh, zorgde voor ontspanning tussen het westen en het oosten van Duitsland. Waardoor uh, ja, de procedure om bijvoorbeeld op bezoek te gaan bij mensen in de, in de DDR makkelijker werd en daar dus ook uh, gegevens konden worden verzameld. Dat levert één punt op. Uh, met die gegevens wilde de regering van de Bondsrepubliek een betere toenadering tot de DDR uh, realiseren, right? zodat ze een beter beeld zouden kunnen krijgen van de toestand van het land, of dat ze beter konden inspelen op de wensen van de DDR-burgers. Uh, en ten derde uh, is dat onderzoek uh, in de DDR zelf niet uh, gedaan omdat de mening van de burgers in de DDR helemaal niet uh, ja, gewenst was, of in ieder geval niet op prijs werd gesteld. Omdat het communistische regime bang was dat dit kritiek zou uitlokken. Hè, dat dit onderzoek duidelijk zou maken dat een deel van de bevolking het hele regime afwees. Dat is het derde element en het derde punt voor vraag 22. Gaan we door naar vraag 23. En bij vraag 23 wordt weer gevraagd om een bron te gebruiken. Dus kijken we eerst even naar de bron. In dit geval is dat een tekening van de Nederlandse tekenaar Frits Berends, die een tekening geeft over de verkiezingscampagne van de confessionele partijen tijdens de verkiezing voor de Tweede Kamer in 1971. En op die tekening zie je een aantal politieke kopstukken uit die tijd afgebeeld. Namelijk de leider van de KVP, de CAU en de ARP, oftewel de drie confessionele partijen in Nederland. En er wordt bij vraag 23 gevraagd om de mening van Frits Berend te geven over de verkiezingscampagne van de confessionele partijen tijdens de verkiezing voor de Tweede Kamer in 1971. Dat moet je in drie stappen doen. Namelijk ten eerste zonder bron aan te geven met welke maatschappelijke verandering de confessionele partijen rekening moesten houden bij de verkiezingen vanaf de jaren 50. En ten tweede uit te leggen welke mening Frits Berend weergeeft over de verkiezingscampagne van de confessionele partijen, waarbij je antwoord ondersteunt met een verwijzing naar de bron. Dus bij dat tweede deel moet je eigenlijk twee antwoordelementen geven. Nou, laten we beginnen met het eerste deel. De confessionele partijen moesten rekening houden met de ontkerkelijking, of beter gezegd, misschien wel de ontzuiling, waardoor stemmen verloren gingen voor de confessionele partijen. Eh, culturen zorgden er ook voor dat jongeren eh, ja, moesten worden aangesproken bij de campagne. Want anders zouden ze misschien wel niet op hun partij stemmen. Dat levert één punt op. En Berend geeft uh, zijn mening weer dat die conventionele partijen zich jonger of juist hipper voordelen dan dat ze eigenlijk, dat ze eigenlijk zijn om jonge stemmers te trekken. Want dat kun je namelijk zien door die lijsttrekkers af te beelden uh, als uh, als rock, als rockband, uh, als de Hallelujah Boys. En er staat ook nog eens de tekst bij: is het nu zo hip genoeg? Kortom, uh, ja, passen ze zich wel genoeg aan aan de situatie van die tijd. Is drie punten voor vraag 23. Gaan we door naar vraag. 24 en bij vraag 24 wordt gevraagd om weer een bron te gebruiken, in dit geval bron 12. En in bron 12 eh, wordt een tekst gegeven van Helmoet Kool die in 1992 eh, naar aanleiding van de ondertekening van het nieuwe Europese verdrag het gaat hebben over de, eh, de nieuwe rol die Duitsland krijgt in Europa. En het staat bij vraag 24... Leg uit, telkens met een verschillende verwijzing naar de bron. welk Europees verdrag dat, dit, dat in die tijd wordt gesloten onder Nederlands voorzitterschap. Kool met deze uitspraak ondersteunt. En dat de uitspraak van Kool past bij de politieke rol die het herenigde Duitsland in Europa op zich neemt. Nou, Helmoet Kool, die moet je kennen. Dat is namelijk de leider van Duitsland uh, vanaf de jaren tachtig al. Eerst leider van West-Duitsland, later van het herenigde Duitsland. En eh, als je gaat kijken naar eh, het antwoord wat je moet geven... dan verdedigt Kohl het verdrag van Maastricht. Namelijk dat in 1991 gesloten is en in 1992 wordt uitgevoerd. Eh, dat voorziet in het oprichten van de Europese Unie en het invoeren van de euro. krijg je één punt voor. Eh, hij zegt dat, eh, dat er een vitaal Europa ontstaat. Hè. Het oude Europa zonder Unie eh, zou namelijk terug kunnen vallen... in allerlei nationale eh, kwesties, allerlei nationale rivaliteiten. Dat moet je niet willen. En hij hoopt dat het verenigde Duitsland een leidende rol op zich zou kunnen nemen in die Europese samenwerking, wat er weer past bij zijn uitspraak dat Duitsland niet apathisch af moet wachten, maar juist actief moet zijn en dat het Europa voor Duitsland van vitaal belang is. Nou, dat zijn vier antwoordelementen voor eigenlijk twee antwoordstreepjes. Is uh, bij elk antwoordstreepje uh, twee punten, is vier punten in totaal voor vraag 24. Gaan we door naar de laatste vraag van het examen, namelijk vraag 25. En bij vraag 25 worden een aantal kenmerken gegeven van het bedrijf Verkade in Zaandam. Die bekend staat van de productie van koekjes en chocola. En daar worden gebeurtenissen gegeven. En die moet je dan koppelen aan ontwikkelingen in Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw. Nou, dan kun je als je gaat kijken naar die combinaties eh, tot de volgende resultaten komen. Namelijk het eerste eh, zin, de meisjes van Verkade gingen in een staking omdat ze vonden dat ze te weinig verdienden. Eh, past heel erg goed bij de geleide loonpolitiek. He, de, de, de lonen werden toen laag gehouden door de regering. De tweede zin, de fabriek opende als eerst een bedrijfscrash waarbij de kinderen van de meisjes van Verkade werden opgevangen. Dat past heel erg goed bij de geleide... Of, bij de, uh, voortschrijdende emancipatie van vrouwen, want ze konden nu gaan werken en hadden dus kinderopvang nodig. De derde zin: uit onderzoek bleek dat steeds meer scholieren uit de staanstreek werkten als meisjes van vacate om met hun lonen vakantie naar het buitenland te kunnen betalen. Dat past heel erg goed bij de toenemende westerse welvaart: mensen kregen meer vrije tijd, maar hadden ook meer geld en konden dus op vakantie. En de vierde zin. Ondanks de stijgende productie van koekjes en chocola. viel de vraag naar arbeiders, arbeiders voor de verpakkingslijnen sterk terug. Waardoor er een einde kwam aan het werk voor de meisjes van verkaden. Dat past heel erg goed bij de automatisering in de industrie. Dan blijft er dus één eh, zin of één ontwikkeling over. Namelijk de wederopbouw. Antwoord E. Maar met de beantwoording van vraag 25 zijn we aan het einde gekomen van het examen HAVO. in het eerste tijdvak in het jaar 2022. Um, ik hoop dat je wat aan deze video hebt. En als je deze video interessant vindt, dan hoop ik dat je hem ook liked. En um, mocht je meer van deze video's willen zien, of meer uh, specifieke vragen willen, besproken willen hebben over het eindexamen, uh, die komen er ook binnenkort aan. En als je je dan abonneert op mijn kanaal, dan blijf je in ieder geval op de hoogte van de nieuwe video's die worden gepubliceerd.